tak. Er ligt een beetje poepie van Elwing. Dat ruim ik straks op. Maar dan moet ik mijn plantenbak. Dat apparaat op te halen. En die ga ik straks uitpakken. Hallo lieve vrienden, een hele goede middag. Het is alweer reeds 14:41 zeg maar. Astrid is niet geweest, die zit in quarantaine, hoe je het ook mag uitspreken. Ik heb het is overal te horen, de ene keer ken ik het wel, de andere keer ken ik het niet. Dus die is niet geweest, dus ik ben zelf maar aan de druk aan de gang geweest. Ik ben daar ook weer klaar mee. Ik wens jullie ook natuurlijk een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. Maar ik heb nog druk. Ik moet de honden nog uitlaten. Ik moet naar de Vomer een apparaat halen. En als ik daarvan terug ben, dan moet ik Mario appen. Ik ben thuis. Dan komt Mario bij mij. Dan gaan we wat halen voor Marianne. Dan gaan we samen naar Marianne toe. Want dat meisje heeft het ook verdrietig en heel erg zwaar. Want ze heeft haar ex-man, daar heeft ze een paar dagen moeten slapen. Die man die is op, die kan niet meer, die wil niet meer. En hij reageert alleen nog maar op haar en die heeft niet meer op zijn eigen kinderen. Wat haar stiefkinderen zijn. En ze heeft een paar dagen ook moeten slapen. Nou heeft ze dus daarnet hem vaarwel gezegd en om hem rustig in te laten slapen. Dus ja, nou is ze weer thuis en dan wil ze zelf eerst nog even het een en het ander doen en daarna gaan wij er naartoe. En ja, dan vlog ik denk ik niet, nee. Dat zal niet zo leuk wezen, hè, nee. Respect hebben, ja. Maar oké, ik zou zeggen lieve vrienden, het is hier ook een rot weer. Niet dat het regent, maar het stormt. Dat kijk wat de storm heeft gedaan. Wacht even, ik kan dat op een andere manier doen, denk ik. Nee, ik kan nou niet meer. Kijk, een tak. Er ligt een beetje poepie van Elwing, dat ruim ik straks op. Maar dan ook mijn plantenbak. Ja. Dus ja, dat heeft meneer de storm gedaan. Ja, waarom ik meneer zeg? Nou, omdat hij zo hard is, ja. Ik zeg altijd tegen de storm meneer. Ja, ik vind dat niet vrouwelijk, storm, nee. Maar ja, je hebt ook orkanen, die krijgen een vrouwennaam. Denk ik van, zin een herennaam ervoor, want wij vrouwen willen warmte, hè? Dus dan kun je een hittegolf naar een vrouw noemen of zoiets, ja toch? Of een zomercycloon, weet ik veel dat je die dan naar een vrouw noemt. Maar oké, maakt allemaal niet uit, alle gekheid op het stokje. Ik wens jullie in ieder geval een hele fijne dag verder toe en geniet ervan. Ik ga nou mijn hondjes eerst uitlaten van Blokje Gracht, hopelijk. Als ik er tegenin kan komen en dan zie ik hem. Ik zou zeggen tot later. Doei. Zo lieve vrienden, ik ben eindelijk weer thuis. Misschien nou net een kwartiertje, 20 minuten. Maar ik was daarvoor ook alweer thuis, want ik ben ook met de meiden al uit geweest. We zijn dus bij Marjan geweest. Er is alleen nog maar een hele leuke foto gemaakt van Marjan, Mario en mezelf met ons drieën. En die heb ik ook gedeeld met Facebook en die zal ik ook in deze vlog plaatsen. Zodat jullie het wel zien dat we ook een beetje gezellig hebben gehad, ondanks het verdriet van Marianne. Maar dat doet er niet toe, ook ben ik dus naar de Vomar geweest om... Ja. Dat apparaat op te halen. En die ga ik straks uitpakken. En dat gaan we even samen doen. Ook heb ik Karin aan de telefoon. Maar haar geluid heb ik even zacht gezet. En dat weet ze. Dus ik zal de doos even pakken. Ik heb ook een schaar nodig. Ook die pak ik erbij. En dan pakken we de doosje erbij.
werd gezegd dat hij licht was. Ja, hij is tot zover licht. Je moet hem wel even goed vasthouden. Dat is 1. En dat is 2. Nee, dat is niks voor jullie. Dat gaan we eerst even opruimen. En je weet maar nooit waar het goed voor is. Het is altijd heel handig zulke soort gebind de spul te hebben. En niet je erin en je hebt weer wat vastgebonden. Hé? Ja. Wat voor dikkie. Wat is dat? Is dat een doos? En wat zit er in die doos? Ik zou het niet weten, zeg maar. Hé? Ja. Ja, een mok. Nou ja. Dan gaat hij springt weer open, gegarandeerd. Dat zeg ik. Ja. Waarom men daar een plusschaar bij nodig hebt, weet ik niet. Maar het klapband heb ik er al wel. En een heleboel hebben daar een schaar voor nodig. Nou, ik niet. Zo. En zo. En boekjes met een AB. Daar moet water in. Ook dat weet ik. En wieltjes. 4 maal. Het ruikt naar nieuw. Piepschuim. Dan gaat zo meteen 1 de doos terug. En dan hou ik de doos met mijn voeten vast. En daar zit nog een keer piepschuim in. Dan gaat dat ook weer in. Zo. Ja, wat is dat, Elwin? Hè? 1, 2. Even omdraaien en nog een keer omdraaien. Oh, als je hier ziet, plak van. En dat vind ik wel even netjes door. Zo. Voilà. Nou. Hup. Wat is dat, Rijka? Wat doet ze allemaal? Hé? Optie. Dat is een zak. Die gaat er ook in. Ik had die wieltjes. Ja, die moeten er helemaal in kunnen. Ja, dat zeg ik. Ga jij even aan de kant. En dan die. En ook die kan er helemaal in. Even wat dichterbij halen. Dan kan die erin. Ga nog even verder. Zo. En ook die. En ho, sorry. De wieltjes zitten erop. Zoals jullie zien. Ja? Alles eruit. Ja. Nou, dan zetten we neer op zijn pootjes. Ja. En dan moet deze natuurlijk gevuld worden. Maar hoe dat allemaal moet, dat weet ik nog niet. Maar dat komt allemaal goed.
Dat is een filter. Ik zie een filter ook. Ik zal jullie er even bij pakken. Nou, vielen jullie op de grond, het was donker. Ha, sorry, mijn excuses. Ha, wat verdik ie. Nou, doen we het even zo. Dit is een filter. Natuurlijk het snoer. Nou, daar moet je uitblazen. En allemaal knopjes. Boel. Maar ja, ik moet natuurlijk weten waar ik die bakjes in moet doen. En daar hebben we zo'n heel makkelijk boekje bij. En daar zal het denk ik wel in staan. En anders ergens op die doos. Ik ook het een en ander zien staan. Ja, jullie zitten nou niet in de houder, omdat jullie eruit vielen. Maar hier staat van alles te lezen en te bekijken. En weet ik veel. 3-in-1 luchtkoeler, ventilator en bevochtiger. Dus ja. Zonnebelever, 2 koelelementen voor extra verkoeling. Ja. Maar ja, dan gaan we allemaal eens even bekijken hoe ik dat moet doen. Ja, maar dat ga ik in alle rust doen zonder jullie en zonder wie dan ook. Ja. Maar hij is mooi. Ik ben er gewoon blij mee nu al, terwijl hij nog niks doet. Maar dat komt allemaal wel goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. En tot later. Doei!